En we zijn weer terug vanuit het Lamar Theater in Amsterdam. We hebben heel veel interviews vandaag met heel veel sprekers en andere gasten. Kijk mee de hele dag of kijk terug via ons YouTube kanaal of het YouTube kanaal van Singularity University. Bij ons nu Carlo. Carlo, wat doe jij hier vandaag? Ik heb zojuist gesproken over de toekomst van mobiliteit. En dat is echt een typische industrie die op dit moment meemaakt waar de Singularity University over gaat. Dat hele exponentiële ontwikkeling. En waardoor alles wat je dacht dat een zekerheid was ineens wegglijdt. En waardoor er ook ontzettend veel kansen ontstaan. En nou, er is ook Nederland redelijk goed in om die te nemen. Maar ja, daar verandert in de komende 5 jaar meer dan in de afgelopen 50 jaar. Maak eens concreet. Wat zien we gebeuren? Ja, kijk, een paar dingen zie je dat bijvoorbeeld wat niet mogelijk was, is dat een elektrische auto haalbaar zou zijn. Dat hebben we in Nederland gelukkig ook wel gestimuleerd. En mede daardoor is er een industrie ontstaan. Dan zie je dat in één keer die batterijen veel goedkoper worden dan alle modellen voorspeld hebben. Elektriciteit zelf wordt snel veel goedkoper dan alle modellen voorspeld hebben. Je ziet dat over 3 of 4 jaar het eigenlijk een bijna no-brainer wordt of je nou nog een elektrische of een conventioneel voertuig moet kopen. Dat heeft niemand aanzien komen zo snel. En andere dingen zijn wat er bijvoorbeeld met Uber gebeurt. En nou weet ik niet of het Uber wordt of een andere, er zijn natuurlijk tal van dat soort diensten. Maar we noemen het wel eens Uberficatie of Mobility as a Service. Is dat je eigenlijk niet meer per se een auto hoeft te hebben, maar dat je toch heel makkelijk van A naar B kunt reizen, gebruikmakend van een auto. En al dat soort dingen komt allemaal veel sneller dan iedereen voor mogelijk had gehouden. En ja, de disruptie, dat, in het geval van Uber zie je dat wel, wordt dan wat allergisch op gereageerd. Hoe ben je hierin terechtgekomen? Wat is jouw expertise dat jij hier mee bezig bent? Ja, dat is eigenlijk meer dat ik met mobiliteit bezig ben, is eigenlijk, dat is al 25 jaar het geval. Ik zit al 25 jaar in de automotive industrie. De meeste daarvan in navigatiehoek en het meeste daarvan weer bij TomTom. En 5 jaar geleden was de Universiteit Eindhoven bezig met het herijken van de strategie. En die wilde eigenlijk wat meer samenwerking over de verschillende faculteiten hebben op maatschappelijke gebieden. En dat is fantastisch dat ze dat gedaan hebben, want je ziet ook dat studenten zich veel meer aangetrokken voelen tot een universiteit als er echt daadwerkelijk iets aan maatschappelijke gebieden gebeurt. Hebben ze Energy, Health en Smart Mobility benoemd. En ze hebben mensen uit het bedrijfsleven gevraagd om dat te komen trekken. En sindsdien zit ik 2,5 dag per week op de meest dynamische universiteit die je maar kan denken. Dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk leuk werk daar. En dat combineer ik met nog een klein beetje bij TomTom werken. Ja, wat vonden ze daarvan bij TomTom? Heel goed, want TomTom wilde ook meer met universiteiten samenwerken. Die zien ook wel dat echte innovatie steeds meer ook op dat gebied gebeurt. Van studenten die niks te verliezen hebben, die allemaal ideeën kunnen najagen met een snelheid wat je in geen enkel bedrijf ziet. En is TomTom een heel snel bedrijf. Dus je ziet dat die combinatie van TomTom en de universiteit ook tot heel veel samenwerking en progressie heeft geleid. Want daar is nog wel eens commentaar op over dat de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven, dat maar matig gaat in Nederland. Ja, dat ze hier elkaar aan het concurreren zijn en zo allemaal. En dat is, ik vind dus, wat Eindhoven heeft beslist om strategic areas te maken, dan ga je niet met je enorme, slimme, wetenschappelijk idee, wat ontzettend belangrijk is, naar een bedrijf, maar je gaat juist met een applicatie naar een bedrijf. En een bepaalde toepassing van een technologie die over verschillende faculteiten heen gaat, dat raakt een veel betere snaar dan andere, dan echt het diep wetenschappelijk doen. Dus het is voor de TU is het ook een luik om samen te werken met universiteiten of met bedrijven. En dat gaat heel erg goed. En dat is niet alleen TomTom, dat is ook bijvoorbeeld een NXP, die ook in de toekomstige mobiliteit ontzettend veel kan betekenen. Ja, die maken heel veel chips, onder andere voor auto's. Die maken die chips voor autonome auto's en auto's met elkaar te laten praten. En om juist die auto veel slimmer te maken. Dat komt ook allemaal uit Nederland. Wordt wel eens onderschat, maar dat is het. En heel veel bedrijven die daarin opkomen op dit moment. Ja. Dus ja, ik mag daar een klein beetje tussen zitten. En het is erg, erg leuk. Ja. Maar heb je ook concrete voorbeelden wat bijvoorbeeld TomTom haalt uit zo'n samenwerking? Zien we daar, TomTom heeft naast de standaard navigatie in het kastje in de auto zijn ze natuurlijk heel veel andere dingen gaan doen. TomTom heeft zichzelf, dat is ook een exponentiële organisatie die zichzelf al een paar keer heeft uitgevonden. Ik vind het echt een van de fantastische voorbeelden. Die echt groot zijn geworden met kastjes op een gegeven moment. Met PND's zoals het een Personal Navigation Device. Maar eigenlijk al van het begin hebben gezegd van ja, dat in de toekomst moeten we ook andere middelen hebben. Dus ze zijn gaan investeren in de automotive industrie. Dat is compleet anders, want als je business to consumer doet, om dan in een paar jaar te veranderen naar een bedrijf dat voor een groot deel de omzet op dit moment bij autobedrijven haalt. Dus daar zit een navigatiesysteem in jouw auto als je hem koopt. Dat kun je niet herkennen altijd als een TomTom, maar daar zit wel heel veel TomTom IP in. En dat hebben ze toch voor elkaar gekregen om ook business to business te doen. Nou, en als je ziet met de samenwerking met de universiteit, in dit geval van TomTom, dat is
waar ze nu heel veel mee bezig zijn, is proberen kaarten te maken die autonome auto's kunnen laten rijden. En daar zijn ze ook behoorlijk voorlopend mee. Maar dan moet je een wereldmodel maken. Dan moet je een cameraatje hebben en zorgen dat je alles wat je ziet op een of andere manier kunt interpreteren. En dat is eigenlijk de intelligentie, dus de ogen en de hersenen van een auto. En daar heeft een universiteit bijvoorbeeld heel veel ervaring mee voor medische toepassingen. Om als jij een scan laat doen van je lijf, dan moet je weten wat daar gebeurt. En dat zie je dat daar heel veel overlap zit met die technologieën die je bij een autonome auto nodig hebt. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mooie scenario's over autonome auto's. Want jij begint er nu zelf een beetje over. Ik vind dat zelf ook een leuk onderwerp. Er zijn heel veel verschillende scenario's over hoe dat eruit zou kunnen gaan zien. Er zijn de traditionele autofabrikanten die denken, nou, het wordt eigenlijk gewoon nog steeds dezelfde auto, maar die praten een beetje bij elkaar en dan gaan ze in een treintje rijden of zo. Dat is juist niet een autonome auto, want die zijn afhankelijk van elkaar dat ze gaan praten. Dus dat is eigenlijk maar inderdaad, het wordt allemaal op één hoop gegooid. Er is een enorm verwachtingspatroon aangezet. Deels terecht. Aan de andere kant hoor je heel vaak dat als iemand met de bijzin begint, als we straks autonome auto's hebben, kom maar dan. Dan kan er nog wel eens heel wat flauwekul volgen. Of iets wat zich nou maar moet bewijzen. Of we minder parkeerplaatsen in steden nodig hebben. Jij bent een expert, dus wat is volgens jou een beetje een likely scenario waar we naartoe gaan? Ik denk, inderdaad, je moet een groot verschil maken tussen de ene en de andere autonome auto. Ja. En het grootste verschil tussen al die categorieën die je hebt, is eigenlijk of je een auto laat rijden met chauffeur of zonder chauffeur. En bijvoorbeeld een autonome Tesla kan nog niet zonder chauffeur, die kan wel even een stukje uitparkeren en zo als je ernaast staat. Maar om daadwerkelijk te sturen van hier, ik zet mijn kind op de achterbank en rij me naar school, dat kan een Tesla voorlopig niet. Dat zijn echt chauffeurs ondersteunende diensten die erin zitten. Het kan goed zijn dat je in de toekomst voor 80-90% van de rit die Tesla of die andere auto kunt laten rijden. Maar je moet er altijd nog wel even zijn voor het eerste stukje, laatste stukje. Bijvoorbeeld wat ik net als voorbeeld heb gegeven, om dwars door Amsterdam te rijden. Dat gaat bijna niet met een autonome auto, want dan moet je regelmatig de wet overtreden. En dan kan een autonome auto bijna per definitie niet. Dus de volledig chauffeurloze auto, dat vergt nog heel wat ontwikkeling. Een auto die steeds meer delen van de rit gaat overnemen van jou, en dat begint met de file, en dat is dan een hele belangrijke. Want als je een auto hebt die in de file het rijden overneemt, vind je het niet meer zo erg om in de file te staan. En dat is echt veel belangrijker dan mensen eigenlijk in de gaten hadden van tevoren. Want als jij de file kunt gebruiken als productiviteit, ja, dan zijn de schades van files ook ineens stukken lager. Dat is slecht nieuws, dan gaat iedereen in één keer in de file staan. Ja, klopt. We krijgen meer files dankzij de autonome... Dan zou je best wel eens meer files kunnen krijgen. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die functie nog niet kunnen betalen. Maar ik denk dat je aan de andere kant minder files krijgt. En ik hoop dat het elkaar compenseert. Doordat de mensen steeds betere informatie over files hebben. Als jij... En ik pas bijvoorbeeld mijn urenschema erop aan. Ik maak geen afspraak voor 9:30. Ik heb een baan die mij die flexibiliteit kan geven. Overigens hebben veel meer mensen dan ze zelf denken, maar goed. Als jij een beetje flexibiliteit in je werkuren inbouwt en je hebt ontzettend goede verkeersinformatie, die combinatie is een heel mooi huwelijk, dan als je dan nog in de file staat, is het steeds meer vrijwillig. En als je ook nog een auto hebt die in die file zelf kan rijden, dan lossen we het fileprobleem op. Niet door de file op te lossen, maar om het probleem op te lossen. Dus dat is weer een van die disrupties die eraan zitten komen. Nou, hebben natuurlijk... Je hebt hem eigenlijk al gekoppeld, elektrische auto's en je hebt zelfrijdende auto's. Ja. En die worden nu eigenlijk vaak gecombineerd. Maar dat zou, het zou wel de snelheid eruit halen. Zou het niet mogelijk zijn om te zeggen, hoe is de technologie om een zelfrijdende of een autonome, of hoe we de term even noemen, even los van de definitie. Ja, ja. Maar zou het mogelijk zijn om in één klap bijvoorbeeld tegen acceptabele kosten alle auto's in Nederland uit te rusten met een systeem waarmee die zelfrijdend kan zijn? Ik vind dat een fantastische vraag, want eigenlijk zou dat inderdaad wel kunnen. En dan in ieder geval delen van de rit zelf kunnen rijden. Dat is vergelijkbare technologie dan die jou kan helpen als jij uit de bocht vliegt of zo, die het dan gewoon even overneemt. Dat heb je nu al met ESP en ABS, die af en toe, als jij te hard remt, ABS zorgt dat jij even iets minder hard remt, want dat is beter voor jou. Ja. En al dat soort dingen heb je er eigenlijk nu al in zitten. En je hebt nu ook bijvoorbeeld lane change departure system, zorgen dat jij niet op een auto voor je botst. Dat zijn allemaal systemen die op de plank liggen al. Die hebben mensen in Nederland eigenlijk ondergemiddeld. We hebben over het algemeen wat kleinere auto's gestimuleerd de laatste jaren en dat is niet goed voor de implementatie van dat soort technologieën. Eigenlijk zouden we moeten gaan subsidiëren dat dat in auto's zit en uitrollen. En dat is nog niet meteen volledig autonoom rijden, maar dat zijn wel al die veiligheidstechnologieën die al op de plank liggen. Ze moeten nog wel wat verbeterd worden links en rechts. Maar we moeten dat stimuleren, want vooral de ongelukken die nu gebeuren, en meer dan de helft van de ongevallen komt doordat mensen met hun smartphone zitten te spelen.
Daarom zie je het ook weer een klein beetje toenemen. Ja, die zijn ontzettend gebaat, dat soort ongevallen bij, juist niet gebaat, want je ziet die ongevallen verdwijnen, bij dat soort technologieën. Maar die dus waarschuwen als je van de weg afrijdt of bijna tegen een auto rijdt, omdat je niet op zit te letten. Maar kun je die zeg maar achteraf inbouwen? Zou je zeggen, ik heb ze nooit zo goed als dat het er oorspronkelijk in zit. Ik heb zelf, ik zal het merk maar even noemen, een Mobileye. En dat is een cameraatje en die heb ik tegen mijn ruit aangeplakt. En die kijkt met mij mee. En die concludeert, dat is een hele goede software die erachter zit. En die concludeert van hij zit niet op te letten. Die kijkt bijvoorbeeld of ik binnen de lijnen blijf en of ik te snel richting een auto voor me ga. En op een gegeven moment begint hij dan te piepen. Dan begint hij heel hard te piepen. En dan wordt het steeds moeilijker om met zo'n apparaatje, en dat is naderhand ingebouwd, om nog iemand overhoop te rijden, zeg maar. Dus ben ik maar mee opgehouden. Nou, dus, ik zou zeggen, er komt een nieuw kabinet aan binnenkort, ik krijg verkiezing. Is dit een opdracht aan de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat? De huidige minister van Verkeer en Waterstaat mag daar ook best in geprezen worden. Want die heeft gezegd, we moeten voorop lopen in autonome auto's. En dat is een verzamelterm voor ook dit soort systemen. En dat wordt echt wel gezien en ze zijn aan het kijken. We hebben het geprobeerd met die belastingbrief. Om te kijken, kunnen we dat niet stimuleren? Ja. Ja, dat mensen minder BPM of betaald. Nou, die willen ze zo simpel mogelijk houden. Dus dat... Kijk, zoiets zijn we ook internationaal aan het aanpakken. Met dit soort systemen heb je dadelijk nodig om 5 sterren Euro NCAP te krijgen. Euro NCAP zijn die sterrenrating die je krijgt voor al is dit een veilige auto. He, je hebt een tot 5 sterren. Dat staat altijd onder de reclame, 5 sterren Euro NCAP. Of 4 sterren. Niemand leest dat? Nou, dat is echt iets wat wel helpt. Normaal hebben mensen niet zoveel geld. Mensen hebben wel geld over, niet zoveel geld over veiligheidsverhogende technologieën, een beetje wel. Maar het moet wel een 5-sterren auto zijn. Dat heb je wel vaak. En je kunt daar geen 5-sterren meer halen als je niet dit soort systeem erop hebt zitten. Dus dat zal allemaal stuk voor stuk helpen. Maar ik ben daar een beetje, elke keer als ik weer lees, de auto was om onverklaarbare redenen was die in de berm geraakt of op de verkeerde weghelft geraakt. Ja, dan weet ik eigenlijk wel hoe laat het is. En ik denk, god, waarom had hij nou niet een apparaatje achter de voorruit of iets. Ja, had allemaal voorkomen kunnen worden. Ja. Ook achterop files botsen, vrachtwagens die achterop files botsen. Dat zijn allemaal te voorkomen ongevallen, nu al. Ja. Dat moeten we niet accepteren. Nee, want we zouden eigenlijk, want we hebben natuurlijk Singularity University heeft van die Global Ground Challenges, maar we zouden gewoon een National Ground Challenge kunnen zeggen. En we zouden dat Den Haag zegt van luister, wij gaan dit gewoon fixen. Ja, we zijn ook bezig met de hele automotive industrie. We noemen dat talking traffic, om te zorgen dat we die implementatiegraad sneller krijgen. We hopen daar ook een icoonproject van te maken. Het zou echt Nederland passen, omdat het zo ontzettend vindt. Kijk, Nederland is het probleem relatief groot. We hebben veel congestie, we hebben relatief veel auto's. Klein land. En aan de andere kant, de industrie zit ook hier. Dus we kunnen toch ook echt daadwerkelijk. Dus daar zit intelligentie van TomTom, van NXP, van ProDrive, van allerlei bedrijven. VDL, alles. VDL, zeker. En die heeft ook die intelligentie die in die auto's gebouwd kan worden. Nog los dat ze heel goed auto's kunnen maken. Dus ik vind het echt een icoonproject, of dat nou de status krijgt of niet. Dit is echt iets waar Nederland trots op kan zijn. Okay. Ja. Dan zijn we hier bij Singularity Summit. Je hebt hier een talk gehouden, zoals het zo mooi heet. Ja. Wat is jouw betrokkenheid bij Singularity? We hebben een jaar of 2,5, 3 geleden, toen ik zeer geïnteresseerd was wat er allemaal gebeurde. Eigenlijk geloof ik naar aanleiding van een VPRO-documentaire met Pieter Diamandis destijds. Het heeft mij een klein beetje aangezet om te gaan studeren. Ik vond het allemaal ontzettend interessant. Ook al hier en daar wat bedenkingen en zo allemaal, dus ik denk daar wil ik meer over leren. En op een gegeven moment dachten wij van, en dat hebben we met een paar mensen uit Eindhoven die er toevallig in gesprek kwamen. René Penning de Vries toen van NXP en Maarten Stuinboeg waren erbij. Wij met z'n drieën dachten van, dat moet eigenlijk naar Eindhoven komen. Zoiets. Of in ieder geval naar Nederland. Want als je het hebt over Moore's Law, dat alles maar zo snel die computerpower elke 18 maanden weer een keer verdubbeld. En dat ligt ten grondslag aan het hele singularity denken. Die Moore's Law wordt wel in stand gehouden door op dit moment ASML. Die de chipmachines maakt, die chips kunnen maken om dat allemaal in stand te houden. En die zijn nu weer met de nieuwe generatie bezig. Anders stopt Moore's Law. Ze hebben 85% van de wereldmarkt. Dus die Moore's Law wordt op dit moment in stand gehouden door ASML. Door allemaal Nederlandse technologieën. Eindhoven's Law. Veldhoven. Ja, 040 in ieder geval. Maar dat is inderdaad, het is nog steeds Moore's Law en hij mag de naam houden. Maar wij denken, dat past echt bij Nederland. Het is toch een beetje het Silicon Valley van Europa, daar in het zuiden. En ook met wat je hier in het hele ecosysteem in Amsterdam, met het CWI hier en zo, net internetknooppunten. Al dat soort dingen past echt goed bij Nederland. Dus wij waren nogal gemotiveerd om dat naar Nederland te trekken. En daar hebben wij allemaal zonder verder belang, allemaal in eigen tijd, hebben we er ons een beetje hard voor gemaakt.
En dat nog helemaal terzijde van het feit dat ik, omdat ik toch wel achter die, voor een groot deel achter die ideologie sta, dat wij ook wel het goed vinden wat er gebeurt. En ik ben ook faculty member en dat is een eer. Oké, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Dit was een nieuwe episode weer van een lange serie talks die we hier hebben. Vandaag interviews met de sprekers, andere gasten. De hele dag live vanuit De La Mar in Amsterdam. Kijk dus mee naar de volgende talks of kijk terug op ons YouTube-kanaal. Of op het YouTube-kanaal van Singularity University Nederland.